Yo kijkers van Gamecast, ja, welkom terug bij weer een nieuwe awesome video. Oké, vandaag gaan we iets helemaal anders doen dan Minecraft of andere shit ofzo. Godverdomme, ik heb het woord weer gezegd, stout Jeroen. Maar we gaan dus andere dingen doen dan Minecraft en al. We gaan u leren photoshoppen. Niet echt photoshoppen eigenlijk, maar meer een banner of een thumbnail maken, want ik ga een nieuwe serie beginnen, how to photoshop, of ja, how to photoshop voor YouTube of weet ik veel wat. Maar daarbij ga ik jullie allemaal handige tips leren en tricks voor een deftige kanaal te krijgen met goede thumbnails, goede banners, goede logo en al die zever waar jullie in waarschijnlijk niet om zorgen maakt, maar ik ga het jullie allemaal leren in een nieuwe serie. Dus wat gaan we bij deze video leren? We gaan vandaag leren hoe je een deftige thumbnail kan maken, want ik zie er soms echt zo van, meent je dit serieus, zo van, echt zo van fucking stomme thumbnails, dat ik denk zo van, ja, paint, good job. Maar ik ga vandaag jullie echt leren hoe je een professionele thumbnail kan maken, dus wat je eerst moet nodig hebben. Photoshop vooral, dat zegt het in de titel, maar dat kun je gewoon downloaden, zoals ik het dan met match. Of je kunt het gewoon ook kopen, maar dat kost steeds heel veel. Maar ik ga jullie nu even een screenshot laten zien dat ik me nodig heb op Minecraft. En we gaan van deze screenshot een mooie thumbnail maken. Nu vragen jullie af, hoe ga je dat doen, Jeroen? Wel, ik ga dat jullie allemaal laten zien. Dus vooraleerst, we gaan van deze layer een layer van background maken. Waarom? Ik doe dat altijd graag, omdat ik dan de dinges hier kan kijken, zo deze dinges. We kunnen hier lijntjes in het midden zetten, dan weten we altijd waar het midden is, waarom. Ik vind het gewoon handig om te weten waar het midden is, dan kunnen we zo een beetje kijken of de alles juist of niet juist staat. Dat is misschien wel handig ook. Oké, het volgende dat we gaan doen is redelijk belangrijk. Als jullie een cirkel willen in jullie Photoshop, of gewoon een banner, ik ga jullie twee vormen laten zien van thumbnails. Ik ga eerst iets moeilijkere thumbnail laten zien, dat iets moeilijk is om te maken, maar toch wel redelijk nice. Ook, daar moet je ook Cinema 4D hebben voor een render uit te renderen. Van een Minecraft guy, dat jullie dat willen, dat hoeft niet per se. Maar ik vind het wel nicer uitzien dat ik dat zo doe. Oké, dus laten we maar beginnen. Dus eerst een nieuwe layer. Ik weet niet, we gaan eens even zien. Wat het punt ervan is. We gaan eerst een cirkel maken, zodat we het hier zo'n soort, ja, hoe zou ik het zeggen, een afronding krijgen. En dan kunnen we dit met de Magic Eraser doen, dan moeten we hierop klikken. Normaal staan jullie op hierop. Eraser tool, dan laten jullie met de rechtermuis op hierop trekken. En dan er helemaal van onder, of gewoon, ja, je kunt ook met E verwisselen. Normaal, kom op. Toch niet. Maar gewoon dus zo naar onder gaan. En dan kunnen jullie die klikken, dus we gaan deze eerst pakken. Maar oké, dan gaan we nu de cirkel doen. Hier staat normaal ook een vierkant, maar hetzelfde principe bij allemaal. Hier kunnen jullie dat ook zien, hè. Dat is gewoon heel handig, dat is gewoon met rechtermuisknop of gewoon op blijven drukken, kan je dat ook doen, maar ik doe het liever met mijn rechtermuisknop en ellipse tool. En dan gaan we er gewoon, je kunt shift inhouden voor een gelijkmatige cirkel, zoals ik het lekker noem. Maar ik hou van het ovaal vorm of iets, of weet ik wat. Ja, ovaal. Kijk, dan krijgen we de zwarte dingen. We kunnen als gebruiken voor het weg mee te knippen van de overige dinges. Voorbeeld voor, ik zal het direct laten zien. Dus dan krijg je hier zo'n soort cirkelachtige vorm. En dit gaan we gebruiken. Deze gaan we gebruiken voor op onze tekst op te zetten. En deze zwarte dinges, ja, deze zwarte ovaal zou ik het maar zeggen, gaan we gebruiken voor onze foto op te zetten. Dus hier staan jullie nu zo'n grijze cirkel er rond. Hoe moet je dat nu weg doen? Wel gewoon heel simpel. Je ziet hier zijn al je dingen die je gemaakt hebt. Dat heb ik nog niet uitgelegd. Dit is echt voor de noobs van Photoshop, maar ik weet ook zo moeten beginnen, dus ja. Hier kun je zien wat je allemaal gemaakt hebt en hier kun je ook van thumbnail kiezen, wat je kunt laten zien. Dus kijk, zo zag ik er eerst zitten en dan dat. Maar ja. Oké, dus dat je met je rechtermuisknop hierop klikt, kun je hier naar rasterize layer. Dat maakt het eigenlijk gewoon naar default zonder al die, ja, al die andere dingen. Dus dat maakt gewoon die lijnen weg van dingen. Dan maakt die tekst weg, dan maakt de tool, de pen, lijnen weg. Dus dat is wel heel handig, dat moet je wel heel vaak gebruiken. Maar nu komt het interessante gedeelte, want we hebben hier nu twee aparte layers. En we moeten deze samen kunnen voegen, vooraleer we deze layer kunnen deleten, deze cirkel. Dus hoe gaan we dat doen? We pakken shift, en houden shift ingedrukt. Allee, eerst de bovenste selecteren, dan pakken we shift.
shift ingedrukt en dan onderste selecteren. Dan hebben we dus beide geselecteerd. Rechtermuisknop en convert to smart object. Dan maak ik eigenlijk een foto, maar dan in Photoshop eigenlijk. Waardoor Photoshop kan herinneren dat er eigenlijk gewoon twee foto's waren en die gemerged zijn. Of je kon het ook gewoon merge select doen, maar ik hou het zo liever. En dan kun je, dan is het gewoon een smart object. Dan is het gewoon een slim object. Nee, ik weet eigenlijk niet voor god waarom dat is. Maar gebruik het altijd. En dan terug rasterize leren, zoals jullie weten. Nu gaan we deze zwarte cirkel wegdoen. Dat is via die gom die ik eerder liet zien. Dus normaal staat het op Razor Tool. En dan gaan we naar Magic Razor Tool. Dat maakt eigenlijk de kleur dat zich bevindt, verwijdert die. Dus als ik nu op zwart druk, dan gaat de zwarte weg. Oké, dan hebben we toch al één ding gedaan. Van onze cirkel, dan hebben we dit toch al kunnen maken. Maar nu hebben we gewoon een layer zonder background of iets. Dat is niet mooi. Nee, inderdaad. Dus we gaan deze dingen invoeren. We gaan deze foto invoeren. Hoe doen we dat? Gewoon, slepen, hè. dat is gewoon heel simpel, gewoon slepen. Dan maken we ze groter. Dat kun je trouwens door hierop te klikken. En dan shift ingehouden, dan wordt het gelijk. Als je dat niet doet, krijg je dit. Maar dat is heel lelijk. Dan gaan we dat zo doen. Dan vervormt je foto eerlijk. Zegt, dat is niet mooi. Dat is helemaal niet mooi. Dus dan hebben we nu deze daar bovenop. We moeten deze hieronder krijgen. Dus we moeten deze gewoon naar onder slepen, hè. En dan hebben we al dit. Het begint er goed op te trekken, vind ik toch. Maar we zien hier helemaal wit. En je kunt deze foto nog duidelijk zien. Maar hier gaan we CP iets aan doen. Altijd rasterize leren doen. Dat is meestal altijd het makkelijkste. Maar nu gaan we hier iets aan doen. Aan deze ellipse soort van. We gaan terug rasterize leren. Oh, dat gaat niet. Wat maar dan. Ik wil deze niet wit hebben. Ik wil deze zwart hebben. Dus ook kunnen jullie. Want wit, dat is geen mooie kleur. Zwart ook niet, maar het is toch wel beter. Hoe gaan we dat nu doen? Wel, klik ik hierop. Hier zijn allemaal tools. Deze is de toolbar. Ik ben het vergeten te zeggen in het begin, maar klik hier op die zwart-wit. Dat is de default colors van Photoshop. Maar dan moet je niks van aantrekken. Je kunt er gewoon op klikken. En dan zie je hier allemaal fancy dingen. De mensen die Paint gebruiken en andere zo standaard Photoshop dingen zullen het wel herkennen. Hiermee kun je eigenlijk gewoon hier deze wit wegdoen. Dat is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon hier op klikken. Ik hou zo van niet echt zwart, maar ook weer niet lichter. Ik hou zo van van deze kleur ongeveer, ik weet niet of jullie het verschil kunnen zien. Maar ik hou van deze kleur, jullie kunnen het verschil waarschijnlijk niet zien, maar je zult het wel zien. En dan gewoon hier onze emmer gebruiken, kennen jullie iedereen wel. En dan hebben we dit, dat begint er al goed op te trekken. Maar het volgende nu, we willen een soort ruige look krijgen aan deze dingen. Hoe gaan we dat doen? Ik heb hier een background texture, je kunt daar gewoon op Google opzoeken hoe je dat moet doen, gewoon Google background texture gewoon pakken. Dat komt er ook al in de buurt van wat je kunt gebruiken. En dan, dan moeten we gewoon volgen vanaf voor nu zijn. Dus dan pakken we deze layer. We klikken hierop. We gaan deze naar hier droppen gewoon. Voilà. En ik ga het zo laten waarom. Je ziet dat hier. Ik ga van licht naar donker. En ik wil het lichte in deze dingen hebben. Want nu zien we dit printje niet meer. Hoe gaan we dat fixen? Gewoon hier rechtermuisknop. En create clipping mask. Wat doet create clipping mask? Create clipping mask, daar gaat eigenlijk Photoshop gaat dan deze layer op deze layer plaatsen. En wat er allemaal onder zit, daar gaat die layer niet op. Het gaat alleen maar op deze layer wat er onder deze layer zit. Dat is eigenlijk heel handig gezien van Photoshop, want anders moeten we dat allemaal gaan selecteren met de pen tool. En dat kost veel te veel werk aan goed zien. Dus zo gaan we het lekker simpel houden. Oké. Maar nu zien we het. Nu zien jullie het zwarte gedeelte niet meer. Dit dus. Dit. En hoe gaan we dit oplossen? Wel, we gaan hier. Hier kun je allemaal soort dingen zien. Overlay, darken. Wat is dit? Hier kun je je stijl van je layer mee aanpassen. Bijvoorbeeld van darken. Dan wordt die heel. Dat zijn eigenlijk allemaal overlay shit. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik gebruik dit altijd om bijvoorbeeld dit te doen. Screen. Dan zien jullie het zwart niet meer. Maar we gaan het op. Wat gaan we zetten? Difference. Wat is eigenlijk het verschil? Je kunt trouwens ook voor de plaatsjes toetsen door het menu gaan. Maar dit is eigenlijk goed. We moeten er niet aan veel aan verbeteren. Maar dan kunnen we hier naar opacity. Dat is eigenlijk gewoon zichtbaarheid. Dan gaan we hier naar beneden dat doen. Want dan zien we het zwarte gedeelte niet meer anders. Zo, dat is al goed. Oké.
Nu gaan we de tekst doen. Dat is gewoon heel simpel. Hè? Dat is hier op de T drukken. Bam. Daarop klikken. Je kunt ook een tekstvlak selecteren. Gewoon op S om eruit te gaan. Je kunt ook dit doen. Maar ik zou dat niet doen als ik jullie was. Want dat is heel... Dat je tekst dan groter is dan het vakje zelf. Dat past er niet meer in. En met deze nog wel. Dus gewoon op klikken. Eén keer op klikken, meer niet. En dan gaan we gewoon... Photoshop... tutorial, thumbnail. Thumbnail tutorial, dat gaan we doen. Thumbnail. Dan gaan we deze houden, ja. Waarom? Ik ga het hier gewoon zetten. Zoals ik al zei, als jullie nu dit willen krijgen, dan moeten jullie gewoon Ctrl T. Dan kunnen jullie het vergroten. En dan kunnen we dit doen. Dat is eigenlijk heel handig. Dus gewoon Shift ingedrukt houden. En dan dit plaatsje drukken. Voilà. En dan gaan we het hier zetten. Bam. Ik weet niet, zouden we dat hier beneden zetten? Ik denk het wel, want hier komt ons... Maar ja, we gaan het hier beneden zetten. Voilà. En dan kunnen we nog een nieuwe layer bij doen van tutorial. Tutorial, voilà. We gaan het in de klein bijzetten, zodat ze het thumbnail eerder zien. Voilà, dit ziet er al heel goed uit. En wat we dan kunnen doen, is eigenlijk iets heel handig. Nu zien jullie hier dat er een T is bijgekomen hier van voor, in de plaats van zo'n figuurtje. T, dat is het teken van tekst. Dat is ook wel redelijk logisch, dat je er even over nadenkt. Maar nu gaan we een soort blending options bijvoegen. Daardoor krijgt de tekst effecten, dan is het niet alleen maar één kleur. Oké, dus hoe kom je weer bij dit menu? De rechtermuisknop op die tutorial klikken. En dan kun je hier naar blending options gaan. Dan krijg je een heel menu, maar dat ga ik allemaal niet uitleggen. Ik ga alleen maar het belangrijke uitleggen. Branding overlay, ja, je ziet het al. Dan krijg je een soort dit effect. Gewoon hierop klikken. Je kunt het veranderen met de kleur. Ik ga het wit laten lijken. Voilà. Waarom? Ik weet het niet, maar het lijkt me fijn om het zo te doen. Bam. Oké. Dan gaan we nu naar inner shadow. Of ja, inner shadow. Hier maakt het door een schaduw. Helemaal van binnen. We gaan het hier naar opacity wat minder zetten. Blend mode, dat is hetzelfde als dat juist we gezien hebben. Dus gewoon naar overlay. En voilà, dan hebben we toch al drop shadow ook. Dan hebben we toch al een degelijke ding en dan ook op T drukken. Maar nu denk je van, gewoon, ik weet het niet meer wat ik allemaal gedaan heb. Hoe moeten we nu naar die andere thumbnail tekst gaan doen? Ja, dat is heel simpel, hè. Hier op de rechtermuisknop klikken, copy layer cell. Dat is gewoon, en dan terug op de dingen klikken hier. Op de thumbnail, rechtermuisknop en paste layer cell. En dat is heel simpel gedaan. Oké, dan hebben we dit al. Maar nu denken jullie, ik wil niet dat mijn kijkers weten wat we gedaan hebben tijdens deze serie of deze video. Oké, hoe gaan we dit oplossen? We gaan er een blur bij zetten, dat het dat de foto heel blur is. Ja, je zult het wel zien wanneer ik het doe. Maar oké, hoe moeten we daar naartoe gaan? Een filter hier van boven, blur en lens blur. Je kent hier helemaal andere opties, maar gewoon lens blur gaan we deze gebruiken. Niet verschieten, maar dan open Photoshop. Een soort extension, denk ik. Ja, voor effecten. En dan kun je hier allemaal opties kiezen. Hier kun je de radius mee zien dan hoe hard het gaat blenden. Zoals gezien, maar ik laat het zoals altijd staan. Want ja, je kunt de afbeelding nog een beetje zien, maar niet meer hoe. En daar is heel onze blending tool voor. Dus ja. En dan gaan we gewoon op klik klikken. En dan hebben we dit al. Dus het komt er heel dichtbij nu. Bij onze tutorial. Maar nu denken jullie, ik wil hier een Minecraft manneke. Oh, dan gaan we gewoon dat openen. Openen en dan gaan we dit Minecraft manneke halen. Oké, ik ga even naar mijn gamecast folder. Ik heb hier veel dingen die jullie niet mogen zien eigenlijk. Maar Cinema 4D stuff. Ik heb een skin render gemaakt op Cinema 4D. Als jullie een tutorial daarover willen, kan ik het ook nog doen. Ja, dus het lijkt me wel handig. En voilà. Oh, deze is de verkeerde. Ctrl-O, kun je ook dingen mee openen trouwens. En dan gaan we deze openen. Maar nu denken jullie, maar Jeroen, het is helemaal de verkeerde weg. Het is helemaal de verkeerde kant uitgewezen met die kant van het gezicht. Dat is eigenlijk heel handig om te doen in de plaats van dit. En dan nog eens helemaal omdraaien en al die shit, maar dan is het meer gelijk. Maar dat is eigenlijk heel handig om te doen. Wel, we gaan gewoon een image, dat is van onze dingen. Of nee, wacht. We gaan naar Edit, Transform en Flip Horizontaal. Dan krijgen we dit. Maar nu zit het hierop, dus ja, we moeten het hier boven weer krijgen. Dan gaan we het zo doen. Bam. En dan gaan we het verkleinen totdat het daarin past eigenlijk. Dan gaan we het zo doen, ja. Dit is goed. En dan kunnen we hier de thumbnail tutorial of deze Minecraft guy, want nu zien jullie de thumbnail tutorial. Thumbnail tutorial, amai, ik praat gaat ook al moeilijk. Maar thumbnail tutorial ziet er heel raar uit met die Minecraft guy. En de Minecraft manneke mag niet hard gezien worden.
in onze thumbnail. Waarom niet? Ik vind het een beetje, ja, kut om het zo te hebben, zeg maar. Dus dan gaan we gewoon opacity minder zetten en dan krijgen we dit. Dan ziet het al ietsjes beter uit. En ja, dan is het al bijna af, hè, maar we gaan nog een, ja, de details erbij doen. Dan gaan we hier de turtle ietsjes groter maken. Voilà. En dan zien ze het beter gelijk. Bam. En dan zijn we klaar. Dus dan is dit het eindwerk, dan is dit onze thumbnail geworden. Wat vinden jullie ervan? Is het goed of niet goed? Je kan er eigenlijk nog veel meer bij doen. Dit is een echte, ja, eigenlijk niet meer een beginner tutorial, want je moet toch al de basics weten van Photoshop. En ik ga ook nog een makkelijker tutorial maken als jullie dat willen. De thumbnail zoals, wacht, ik zal dus even openen. Thumbnail zoals, kom op. Up to the end. Waar heb ik het gezet? Ah ja, een thumbnail zoals deze, Hunger Games, van Jonas en mij. Zoals deze dus. Deze kunnen we ook doen, maar dit is echt veel meer werk dat ik erin moet steken. Hier zit ik makkelijk een half uurtje aan. Maar dus ja, deze is een basic ding. Deze is wel nice om te hebben. En ja, dan is dit de tutorial. Ik ga het op het einde nog zetten. De informatie die jullie kunt vinden voor Photoshop, de website zelf. Je kunt een demo downloaden. En dat is 30 dagen trail, dus dat is ook wel redelijk handig om te hebben. Dus dan zou ik zeggen, peace out en tot de volgende.